Goedemorgen. Goedemorgen. Kom binnen. Hallo. Oh, dat vind ik mooi. Ik zie het ook wel, een beetje dezelfde kaaklijn. Ja, hè? Ja, het is hem wel. Ik heb hier zin in. Ben je er klaar voor? Ja, ja, ik ben er wel klaar voor, ja. Oké, mooi. Ik denk dat het Rembrandt van Rijn zelf is. Hij schilderde zichzelf vaak. En hij lijkt op hoe hij zichzelf normaal ook schilderde. Volgens mij kijken we naar Rembrandt zelf. Ja, dat klopt. Er zijn eigenlijk allerlei kunsthistorici en best wel veel andere mensen ook die in dat gezicht van deze vaandeldrager gelaatstrekken van Rembrandt herkennen. Eigenlijk denken we dat het niet per se bedoeld is als zelfportret, maar meer dat hij zichzelf heeft verbeeld als representant van de hele samenleving. Om eigenlijk dat schilderij boven het portret uit te trekken. Het zou ook een wat oudere Stefano Keizers kunnen zijn. Een vaandeldrager is volgens mij iemand die in een parade of in voorop loopt met de vlag. Oorspronkelijk was de vaandeldrager degene die op het slagveld de banier, dus hier dat witte vaandel, vasthield als een soort verzamelpunt voor alle soldaten. Dus als het in het strijdgevoel erg druk werd en je zag bijna niks meer, dan kon je als soldaat richting die vaandel gaan om bij elkaar te komen. De vaandeldragers zijn vaak vrijgezelle mannen, omdat oorspronkelijk het best wel een gevaarlijke functie was. Ik vond het al heel wat dat ik wist dat ik de vaandeldrager was. We hebben voor de rest alles fout. Toch pijnlijk. Ja, die kleding is natuurlijk fantastisch. Zo'n dolk en heel... Ja, we zouden nu zeggen, hij heeft een jurk aan. Maar heel veel... Puffy. Ja, heel in dat puffy. Ik zie kant bij de mouwen. Je ziet hier allerlei elementen die verwijzen naar oorlog. Je ziet dus die vaandel, je ziet hier een dolk, je ziet ook een ringkraag. Maar opvallend is wel dat dit niet een 17e eeuws kostuum is. Dit zijn eigenlijk allemaal 16e eeuwse kleren. Rembrandt heeft een soort vintage vaandeldrager gemaakt. Omdat hij dan ook een soort universele, iconische vaandeldrager wil uitbeelden. Dit is niet een vaandeldrager, dit is de vaandeldrager. Die symbool staat voor de strijd van Nederland tegen Spanje. Ja, ik vind het wel top. Ik zou er niet mee naar mijn werk gaan, maar om het kindje aan te hebben. Nou, wie weet, na vandaag. Na vandaag gaat. Dit schilderij is geschilderd in 1636. Rembrandt is dan 30 jaar oud. Dat is vrij jong nog. Jeetje. Als je bedenkt dat hij 30 was toen hij dit maakte, ik ben zelf 36. En ik ga nooit op dit niveau komen. Ja, nee. Maar hij had gewoon talent. Ja. Dat is het verschil. Ja, precies. Ik wil hem wel eens lingo zien presenteren. Dat bedoel ik. Ja. De nachtwacht is ook, ik was daar laatst, daar hangen nog meer schuttersstukken. En ze gingen naar Rembrandt omdat er andere mensen die waren duurder en hipper en werden beter bevonden. En Rembrandt, daar gingen ze naartoe net wat anders te krijgen. En die was ook een stuk goedkoper toen. Grappig dat dan nu juist het schilderij is waar de hele wereld naar komt kijken. Nou, dit schilderij is eigenlijk een kantelpunt, een scharnierpunt in het oeuvre van Rembrandt. Hier gaat hij echt die monumentaliteit, die dieptewerking, die illusie van levensechtheid achterna. En dat zal uiteindelijk uitmonden in schilderijen als de Nachtwacht. Hoe weet je al deze informatie? Nou, we gaan wel eens naar een museum. Oké. Ik vind dat je best nog veel weet. Ja, hè? Ja. Je hebt goed opgeslagen. Ja, ja, ja. Ja. Met de VIP-kaart van de vriendelijkheid kom je natuurlijk nog eens ergens. Kun je alle musea in. Ja, jij zei pofmaal. Oh, dit gaat er ook nog overheen? Hij krijgt een pofmaal. Wauw. Het schilderij reist nu door elke provincie en we zijn als Rijksmuseum echt ongelooflijk trots en blij dat we het kunnen toevoegen aan de publieke collectie van Nederland. Het zal vanaf nu voor altijd toegankelijk zijn voor het Nederlandse publiek.